Erik van Meer, oef, 3 punten gepakt. Dat was even pompen of verzuipen. Wat heb je gezegd tegen de jongens daarnet? Dat we met een groot hart hebben gespeeld. Ik denk dat we heel de tweede helft, heel 45 minuten zijn weggedrukt. En ik denk dat we het heel moeilijk hebben gehad. En ik vind het erg hè, voor Fredje dat hij zo'n wedstrijd moet verliezen. Maar ik heb ook zo'n wedstrijd er al meegemaakt. En, er zijn er zo'n paar in je carrière die je niet verdient te winnen, maar die je wel wint. Het komt erop aan om bij de tegenstander punten te pakken. Hè. En ik kan me niet excuseren, dat wel niet. Want ik vind dat we de eerste helft heel goed hebben meegespeeld. Maar de tweede helft waren we zwaar onder druk van en de ploeg en de supporters. En gelukkig hebben we het gehaald. Ik vond de druk die jullie zetten in de aanvangsfase, eerste minuten, indrukwekkend. Jullie zaten de millimeter op de man. Even Antwerp toch pijn doen en even laten zien dat Leerse hier komt meevoetballen. En dat hebben we gedaan tot 0-2 en dan zijn we onbegrijpelijk achteruit gaan lopen. Zij maken direct de aansluitingstreffer. En dan begint het hier terug te leven. Hè. Dan beginnen we hier terug, beginnen toch wel iets verdedigender ingesteld te geraken. En dat was de grote fout. We durven er niet meer uitkomen. We durven niet meer hoge pressing te zetten. We blijven kamperen op de dubbel 16. En de laatste, ik denk 25 minuten in de 16. Dank je wel.